Dit is Robert, mijn grootvader. De stichter van ons familiebedrijf. Hij deed alles met de hand. Zo had hij mappen met dossiers en bestelbonnen die hij bewaarde in grote archiefkasten. Intussen heb ik het familiebedrijf overgenomen. Al die paperassen staan nu in de cloud, die virtuele wolk. Ik kan nu echt alles, altijd en overal raadplegen. Sinds kort zelfs van op mijn smartphone. Maar net zoals mijn grootvader zijn zaak beschermde, zo moet ik opletten voor cybercriminelen. Ze zijn vaak online op zoek naar geld en data en daarvoor zoeken ze een gemakkelijke toegang. Ze kunnen toegang krijgen tot je systemen via een zwak wachtwoord, een slecht beveiligde website en kwetsbaarheden. We gaan wat dieper in op deze dreigingen. We zullen in deze webinar ook enkele voorbeelden geven van aanvalstechnieken en overlopen hoe je toestellen geïnfecteerd kunnen worden. Mijn grootvader had een kluis met een code. Nu heeft iedereen een wachtwoord. Dit is voor cybercriminelen de gemakkelijkste manier om binnen te geraken. Via speciale programma's kunnen aanvallers snel en makkelijk een hele hoop letters en cijfers en zelfs woorden met elkaar combineren om zo snel verschillende wachtwoorden uit te proberen. Daarom heb ik een lang wachtwoord met enkele speciale karakters. Ik vind het vervelend om meerdere wachtwoorden te onthouden. Maar als ik slechts 1 of 2 wachtwoorden gebruik, loop ik veel gevaar als dat enige wachtwoord gestolen wordt. Want aanvallers delen gestolen wachtwoorden met elkaar en kunnen dat wachtwoord dan proberen op mijn e-mailaccount, mijn boekhouding, mijn social account enzovoort. En zo is de kans wel heel erg groot dat ze gewoon binnengeraken. Ik hoorde van een collega over websites zoals havelbeenpwned.com, waarop ik kon zien van welke accounts er wachtwoorden gelekt werden. Werk dus met verschillende wachtwoorden voor je account. En onthoud, hoe belangrijker de toegang, hoe ingewikkelder je paswoord moet zijn. Aangezien mijn wachtwoorden de sleutels zijn van al mijn digitale data, moet ik enorm oppassen met wachtwoorden die ik met anderen deel. Wachtwoorden kunnen ook onderschept worden. Zo bestaan er virussen, keyloggers genaamd, die registreren waar ik precies klik en welke toetsen ik indruk op mijn laptop of smartphone. Die informatie wordt dan automatisch naar de aanvaller gestuurd. Een goede virusscan kan dit voorkomen. Maar er zijn nog andere manieren om je wachtwoord te onderscheppen. Op publieke wifi bijvoorbeeld, zoals in een hotel of in een bar, kunnen aanvallers een hotspot namaken. Ook websites zelf kunnen worden gehackt. Als ik daar mijn wachtwoord ingeef, kan dat worden gestolen. Daarnaast kan een aanvaller ook via een onbeveiligde website binnengeraken in mijn systemen. Mijn klanten hun wachtwoorden en gegevens kunnen zo ook zelfs gestolen worden. Als ze een account moeten aanmaken op mijn websites, kunnen aanvallers deze te weten komen. Als bij de aanmaak van mijn website bepaalde beveiligingsregels niet gevolgd worden en als ik mijn website niet regelmatig update, is het mogelijk. Een onveilige website kan toegang geven tot mijn databases met gegevens. Met de nieuwe databeschermingswetgeving, de GDPR, moet ik extra voorzichtig zijn voor de klantengegevens in mijn beheer. Ik ben niet alleen verantwoordelijk, maar zelfs aansprakelijk als hun gegevens gestolen worden. Als ik mijn systemen echter goed beveilig, zijn de gegevens van mijn klanten ook veilig. Niet alleen websites, maar ook computers en software bevatten vaak kwetsbaarheden. Dit zijn zwakke plekken die aanvallers gebruiken om je te infecteren en controle over je systemen te nemen. Een kwetsbaarheid is een beetje zoals een sterretje op de autoruit. Op zich is het niet gevaarlijk, maar je loopt wel het risico dat je ruit breekt. Computers zitten vol met zo'n sterretjes. Ze worden dagelijks ontdekt door mensen met goede en slechte bedoelingen. Zoals bij je autoruit kan je ook bij computers die kwetsbaarheid repareren. Dat heet dan een patch of een update. Je weet wel, die vervelende pop-ups waarbij je computer zich moet herstarten. Vaak klik je dat dan snel weg, maar dat doe je dus eigenlijk beter niet. Zoals bij een sterretje in je ruit loop je meer risico hoe langer je wacht om de update uit te voeren. Aanvallers zoeken niet alleen zelf naar kwetsbaarheden, maar krijgen ook te horen wanneer er een nieuwe is opgedoken. Ze rekenen er dan ook op dat je niet snel genoeg je updates uitvoert en gebruiken de kwetsbaarheid om je computer binnen te dringen.
Er zijn ook andere technieken waarmee aanvallers kunnen binnendringen. Als het niet lukt via het wachtwoord, kan de aanvaller proberen mijn computer te infecteren met malware. Dat is een verzamelnaam voor 1000 verschillende soorten virussen die dagelijks mijn computer aanvallen. Sommige zijn heel discreet en nemen controle over mijn toestel zonder dat ik het weet. De keyloggers waar ik over sprak zijn bijvoorbeeld malware, maar er zijn nog vele andere. Aanvallers kunnen met mijn geïnfecteerde computer zelfs illegale acties doen. Zoals andere computers besmetten bijvoorbeeld. Die handeling kan perfect naar mijn computer worden getraceerd, waardoor ik misschien aansprakelijk gesteld word als het uitkomt. De meeste malware wordt gelukkig elke dag gefilterd door mijn virusscanner, zolang ik deze maar up-to-date hou. Er zijn ook minder discrete virussen. Ik heb al van andere bedrijven gehoord dat ze met ransomware te maken hebben gehad. Alle computers worden dan samen met hun data gegijzeld met de bijhorende vraag om losgeld. Malware vercijfert de computer en alle documenten, waardoor geen enkel bestand nog leesbaar is. Je kan dan teruggrijpen naar een backup, maar als deze niet recent genoeg is, ben je je gegevens kwijt. Tegen betaling kan je de sleutel krijgen om je bestanden te ontcijferen. In de meeste gevallen bestaat zo'n sleutel ook echt, maar vaak geven criminelen hem, zelfs na betaling, toch niet. En mocht het probleem na betaling toch verholpen zijn, dan is de kans groot dat de criminelen je systeem binnen enkele weken opnieuw infecteren. Dankzij de politie zijn er enkele sleutels en ontcijferingstools online terug te vinden. Surf hiervoor naar nomoreransom.org. Aanvallers gebruiken verschillende manieren om een toestel te infecteren of accountgegevens te krijgen. De meest voorkomende is door ons, de gebruiker, rechtstreeks te misbruiken. Ze gaan bijna letterlijk virtueel vissen tot ze beet hebben. Aan hun haakje kan een simpele e-mail of een bericht hangen dat je vraagt om op een link te klikken of een bestand te openen. De link kan je naar een nepsite leiden waar je je logingegevens moet invoeren. Dit wordt ook phishing genoemd. Het bestand kan een virus bevatten dat vaak automatisch geïnstalleerd wordt als je het opent. Voor je het weet ben je de controle over je computer kwijt. Een andere manier om binnen te geraken op jouw computer is nog makkelijker. Namelijk via USB-sticks. Pas dus op met USB-sticks die je ergens zomaar vindt of je worden opgestuurd onder het mom van reclame. Deze kunnen dus een virus bevatten. Aanvallers sturen soms met opzet USB-sticks naar bedrijven, hopend dat iemand ze gebruikt. Wanneer er op zo'n stick een virus zit, kunnen alle computers in het lokale netwerk geïnfecteerd worden. Maar uiteraard komt het risico soms van niet ver. Zo hadden we iemand aangenomen die niet akkoord was met de salarissen in ons bedrijf. Uit onvrede heeft hij zich een vol maandloon uitbetaald en is daarna met de Noorderzon vertrokken. Dat is nu niet meer mogelijk. We geven enkel nog toegang aan de mensen die toegang moeten hebben. Er moet nu extra goedkeuring gegeven worden bij bepaalde processen, zoals betalingen en veranderingen van databases. Als een aanvaller zich nu ook voordoet als mij en in mijn naam een dringende opdracht tot betaling geeft aan een van mijn medewerkers, kan deze ook niet zomaar meteen uitgevoerd worden. We kunnen dus steeds erger voorkomen. Maar soms kan je ook gewoon brute pech hebben. Zo ben ik mijn laptop ooit vergeten op de trein, maar deze kan ook bijvoorbeeld gestolen worden uit de auto. Als je regelmatig backups maakt, ben je niet alle gegevens kwijt als je je computer verliest. De overstap naar de digitale wereld is niet zonder gevaren. Intussen ben ik er mij van bewust dat aanvallers het ook op kleinere bedrijven gemunt hebben. En besef ik de impact op mijn organisatie en klantenbestand. 5 tips die we vanaf nu altijd toepassen om ons te wapenen tegen dit soort aanvallen. We hebben altijd een goede antivirusscan en houden die up-to-date. We houden ook al onze programma's up-to-date door op tijd de patches te installeren. We gebruiken sterke en verschillende wachtwoorden. We letten op verdachte berichten en leren phishing herkennen. We maken regelmatig backups. En het helpt. Aanvallers kiezen meestal de weg van de minste weerstand. En als ze merken dat ze bij jou moeilijk binnengeraken, richten ze hun pijl al gauw ergens anders.